Marco Tenijenhuis, een nieuw project in de gemeente Berkelland. Keten, wat houdt het in? Keten is een project voor jongeren in de hele Achterhoek. Er zijn een aantal gemeentes die meedoen, 10 gemeentes die met het project meedoen. En daarin proberen we kunst met welzijn te verbinden. Het is een kunstproject met welzijnsaspecten. Je moet op de website kijken, www.ketenachterhoek.nl. Daarin staat eigenlijk alle informatie die nodig is voor dit project. En waarom die naam, keten? Keten staat voor ketting, als verbinding tussen diverse onderdelen. Keten is een plek waarop je een kunstproject zou kunnen uitvoeren. En keten staat voor lol maken. Ja, en wat gaan jullie doen? We gaan allerlei projecten doen in 5 gemeentes in 2010 en in 5 gemeentes in 2011. En de eindmanifestatie in 2012. Ja. En het is aan de kunstenaars die dus voor dit project ingehuurd worden om dit project uit te voeren. Ja, het is allemaal wat moeilijk te omschrijven, heel kort op dit moment, maar op de website staat eigenlijk exact wat we doen en waarom we dat doen. Ja, wie is de vertegenwoordiger in Berkelland? Mirjam Kolderwij is de vertegenwoordigster. Ja. En, zij is beeldende kunstenares en doet dat project dus voor ons. Het project van haar heet Keet Jap. Ja, en er zijn al scholen benaderd, hè? Er zijn scholen benaderd, op dit moment zitten we in de wervingsfase en we horen veel reacties te krijgen van scholen waarin zij dus leerlingen leveren voor dit project. Ja. Dus in Berkeland gaat er wat gebeuren met beeldende kunst. Ja. Er wordt een kunstwerk gemaakt of meerdere kunstwerken. Ja. En die wordt ook ergens neergezet, hè? Tentoongesteld. Ja, uiteindelijk is het de bedoeling dat jongeren dus een kunstwerk gaan maken en dat uiteindelijk een vaste plek ergens in Berkeland krijgt. Ja. Ja. En wat is het doel? Om die jongeren. Nou, meedoen is het doel, leren samenwerken is het doel, wat ons betreft, kennismaking met kunst is een doel, samen toewerken naar een mooi eindproject. Ja. Ja. En zijn jongeren veel bezig met kunst? Of zitten ze meer achter de computer? Volgens mij zijn jongeren wel veel bezig met kunst. Ja? Ja, ik heb uiteraard als jongeren wel een positief beeld van jongeren en met de meeste jongeren gaat het hartstikke goed en zijn met dit soort dingen heel veel bezig. Ja, ja. Absoluut. En worden er meerdere projecten ontplooit in Berkelland? In Berkelland is één project, ja. In Wilderswijk is een project, in Oude IJsselstreek is er een project dit jaar, in Lochem is er een project en in Doetinchem is er een project. Ja. Ja. Nog één keer de website waar mensen op moeten kijken? www.ketenachterhoek.nl. En daar staat alles op? Daar staat alles op. Hartstikke mooi.